allemaal, welkom bij een nieuwe video, een vlog vandaag. Ik ben op weg naar Oranje-Rood voor de Euro Hockey League, de KO 16. En Oranje-Rood speelt vanavond tegen Udenhorst Mülheim. En we gaan eens even kijken hoe het daar is. Let's go! Running on through with a need for speed. One of the few is something to prove and nothing to lose, so leave us be. If you feel like there's nothing to live for, honestly, why the fuck would you live for? That's the reason I give it all, but still feel I need to give a little more. Now I feel like there's nothing more to say. I understand what I'm in it for. I know I could run this all the way. I won't get another chance if I miss it all. See if I could have a crystal ball, I wouldn't, cause I like when there's risk involved. It's the start, flight's so rare, it's too fast, I don't care. I know we just got started, baby, I don't care. Whoa. I know we just got started, baby, I don't care. Whoa. I feel 'em, I feel 'em. They're trying to slow us down, down. We hear 'em, we hear 'em. But see, we don't know how. See, we all need an outlet, but it seems it's a dream that most people ain't found yet. I knew it was out there somehow from the outset, but believe me, it ain't easy picking it up. Nou, we zitten aan het eind van het eerste kwart. Het staat 1-0 voor Udenhorst. Fysieke wedstrijd, een paar groene kaarten al, dus dat belooft wat. Mooie strijd. Het is rust bij de wedstrijd. 1-1. Goal van Mick van der Weerde. Mooie wedstrijd, spannende wedstrijd. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden in de tweede helft. Helaas geen Nederlandse winnaar, maar wel het einde van mijn dagje bij de EHL. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb in ieder geval van een spannende wedstrijd genoten en een lekker dagje. Ja, wie weet tot de volgende keer.